Het was een drama dat Nederland vorig jaar 2 weken lang in zijn greep hield. De vermissing van de broertjes Ruben en Julian uit Zeist. Als hun vader dood wordt gevonden, wordt een groot alarm geslagen. De jongens waren bij hem, maar zijn spoorloos. Grootscheepse zoekacties volgen. Nog nooit hebben zoveel vrijwilligers meegeholpen. Iedereen wil wat doen. Maar na 2 weken komt het nieuws waar eigenlijk iedereen al bang voor was. Na precies een jaar doet hun moeder Iris nu voor het eerst haar verhaal. Kijkt u naar Ruben en Julian. 2 weken tussen hoop en vrees. Je droomt erover en het eerste wat je denkt 's ochtends als je wakker wordt, ze zijn er niet meer. Ja, zo'n zaken met deze omvang heb ik nog niet eerder meegemaakt. En zeker zo'n massale belangstelling vanuit de samenleving, zowel via de media, maar ze ook zelf dingen willen doen. Hè. Dus mensen konden niet stilzitten, mensen wilden gewoon meehelpen zoeken. Onze planning is om eerst even 3 groepen te creëren nu, 2 verenigde groepen. Als je mij toen had gevraagd of ik er nu nog zou zijn, had ik nee gezegd. Want dat is onvoorstelbaar. Je weet niet hoe je zonder ze verder moet. Na 2 weken van onzekerheid kwam vanavond op eerste Pinksterdag het nieuws waar iedereen zo bang voor was. De lichamen van Ruben en Julian uit Zeist zijn gevonden. Wat voor jongens waren het? Ze waren totaal verschillend qua karakter. Ruben was er wat extravert en Jules was wat introvert. En, maar allebei een enorm gevoel voor humor. En eigenlijk heel vroegwijs. Ze dachten heel erg over dingen na. En... Oké, jullie al 3, 2... Ze waren kleine wereldverbeteraars. Ruben die zei, als ik de baas van Nederland zou zijn, dan zou ik eerst alle sigarettenfabrieken sluiten. Want dat had een hekel aan ook. Nou, dat soort dingetjes. Go! Murf durft niet. Jules was helemaal gek van beest. Ruben trouwens ook. En Julian die wilde later... inktvisredder worden. Ja. Dus ze waren heel erg bezig met redden en de wereld verbeteren in hun ogen. Hoi. Nou, goed is gewond. Straks neemt hij haar mee. En gek op elkaar. Ze konden soms niet met elkaar, maar ze konden echt niet zonder elkaar. Nee, ik ben. Oh. Oké. Wat nummer is dat? 8. We zijn al geboren. Jij bent. Maar het waren ook echte broertjes, dus we hadden ook af en toe flinke ruzies. Baba. Ruimtezaak nemen. Even kijken hoor. Nee. Toen ze nog leefde heb ik er ook wel eens over nagedacht. Wat nou als ze er niet meer zijn? Ik dacht, dat kan niet. Ik kan niet zonder ze. Ja, we hadden de afspraak dat hij ze kwam halen om 9:30, want ik moest om 10:00 op mijn werk zijn. En... Nou ja, dan doe je de dingetjes. Nou, je zorgt dat ze klaarstaan in ieder geval. Maar ja, je gaat niet zitten wachten. Dus ik was buiten met Ruben aan het spelen. Jules zat binnen. En eigenlijk ja, gewoon te wachten tot Jeroen zou komen. Hij was iets later. Ik zag ook dat er een ongeluk was gebeurd op de A12. Dus ik dacht van shit, maar ik hoorde niks. En ja, op een gegeven moment kwam hij aan. En toen ik hem aan zag komen, heb ik Julian binnengehaald van, nou ja, we gaan. Of tenminste, jullie gaan. Want ook op dat moment, je neemt afscheid, je praat nog even wat met Jeroen. Ik weet niet hoe dat gaat, ja. Maar... Ja, je praat even, maar Jeroen was vrij stil. Dus ik deed het woord eigenlijk. En het was gewoon normaal contact eigenlijk. Behalve dat het me opviel dat hij heel stil was. Maar dat was niet uitzonderlijk, want dat was wel vaker. Maar ja, achteraf gezien denk je, nou ja, hij is er waarschijnlijk ook gewoon mee bezig geweest dat dit de laatste keer was. Ik weet niet zeker natuurlijk, ik weet niet wat er in zijn hoofd omgaat. En de jongens hadden er zin in, die waren blij. Ja, het was vakantie, dus ze hoefden niet naar school, dat was sowieso al... Maar ja, ze hadden ook echt zin om naar Jeroen toe te gaan, weet ik. En dan wensen de jongens veel plezier. Dan stappen ze in de auto, ze omhelzen je nog, ze geven je een kus. Hoe gaat dat? Dat is moeilijk. Binnen had ik Jules al een knuffel gegeven en gezegd dat ik van hem hou. En hij ook van mij. En natuurlijk veel plezier gewenst. En buiten stond Ruben nog. Ruben was op dat moment met Jeroen aan het spelen. Met een bal. En nou ja, Jules die liep naar buiten en die liep naar Jeroen toe. Die zei, haha, mama moet werken. En hij had lekker vakantie. En ik gaf Ruben een knuffel. En Ruben en ook gezegd, ik hou van jou. En op het moment dat Ruben wegliep naar de auto, riep hij nog, ik hou van jou. Maar op dat moment was ik heel druk met Jeroen, dus ik reageerde niet op Ruben direct. Ik hoorde hem wel. En Ruben merkte dat ik niet reageerde, dus hij riep nog, ik hou van jou. Dus heb ik ook gezegd tegen hem, ik hou van jou. En, toen stapte ze in. Ik weet het heel gedetailleerd nog, ik weet alles nog, maar het is niet te bevatten dat dat het laatste moment is geweest. En, ik kan het nog steeds gewoon sowieso niet bevatten. Dus, ik heb heel lang het gevoel gehad dat ze gewoon bij Jeroen waren en dat ze op een gegeven moment wel weer terug zouden komen. Ook al wist ik dat ze er niet meer waren. En nog steeds heb ik dat wel eens. Dus dat dringt gewoon nog niet door. Ja, soms dringt het wel door, keihard juist. En heel vaak dringt het gewoon niet door eigenlijk. Heel Nederland leeft mee met de twee vermiste broertjes uit Zeist. Sinds maandagochtend zijn ze niet meer gezien. De jongens van 7 en 9 jaar oud waren bij hun vader. Maar die werd gisterochtend doodgevonden in de bossen bij Doorn. Hij had zelfmoord gepleegd. Dinsdag om 8 uur wordt de vader doodgevonden in de bossen van het Doornse gat in Doorn. Hij heeft zelfmoord gepleegd. De naaste familie wordt ingelicht. Ja, dus in eerste instantie is dat incident, laten we zeggen, als een zelfdoding afgedaan. Hè? Dus er is onderzoek ter plaatse verricht. Er is een lijkschouwing heeft ter plaatse gevonden. En uiteindelijk heeft dat geleid tot constatering zelfdoding. En dan gaat er een soort traject lopen om direct betrokkenen zeg maar, te informeren. Dus wij via een broer van de persoon in kwestie zijn we bij de ouders terechtgekomen. Vervolgens zijn we terechtgekomen bij de vriendin van de persoon in kwestie, in dit geval dus Jeroen. En uiteindelijk zijn we pas in de loop van de middag, eind van de middag terechtgekomen bij de familie van de moeder van de jongens. Ja, en toen vertelde hij dat Jeroen dood was, dat hij gevonden was. Dus ik schrok me rot en direct gevraagd aan de kinderen. En toen zei hij, meneer heel wanhopig, dat weten we niet. En toen heb ik gevraagd, zijn ze niet bij zijn opa en oma, zijn ze niet bij zijn vriendin? En ze wisten niet waar ze waren. En ja, dan gaan je hersens ineens op volle toeren draaien van wat is hier aan de hand? Langzaam zeker neemt het gevoel van paniek bij jezelf toe. Dat er iets aan de hand is. En dat is ook het moment waarop ik zelf om de hoek ben komen kijken. Toen, nou ja, eind van de middag, begin van de avond, duidelijk werd dat de jongens ook vermist waren. En ja, dan heb je natuurlijk het idee van, hé, waar zijn ze dan? En leven ze überhaupt nog, enzovoort, enzovoort. Er zijn geen directe aanwijzingen. Op dit moment weten wij echt niet waar de jongetjes zijn. Dus we zoeken in het bos omdat de vader hier is aangetroffen. Maar er is ook een rechercheteam bezig om te kijken of er andere verblijfplekken zijn. Amber Alert, dat wordt gebruikt om vermiste kinderen op te sporen, is dan nog niet ingezet. Daarmee wordt gewacht tot afgelopen nacht. 'S'nachts om 1:10 wordt pas dat Amber Alert uitgedaan. Waarom kon dat niet eerder? Ja, dat snap ik. Maar je moet het zo voorstellen dat de Amber Alert pas echt zin heeft direct na vermissing. Maar waarom niet alles uit de kast halen? Je hebt 2 vermiste jongens, je weet dat ze vermist zijn. Ja, maar je moet het middel Amber Alert ook inzetten, zal ik maar zeggen, voor die gevallen waar het ook echt voor bedoeld is. Hè? Dat je kunt natuurlijk Amber Alert bij elke vermissing inzetten. Maar wij willen dat middel toch een beetje gericht inzetten. En bij als we de kast haalden, hoorden op dat moment vooral bij kijken op plaatsen die we in ieder geval eerst bekeken wilden hebben. Omdat er indicaties waren toen al dat ze daar mogelijk zouden kunnen zijn. Ik heb er meerdere malen om gevraagd. En omdat dat op een gegeven moment niet gebeurde, heb ik zelf maar een oproep op Facebook toen gedaan. Niet weten dat heel Nederland dat zou zien. Maar in ieder geval dat mijn omgeving wist dat de jongens er niet waren. Of misschien wisten zij het wel waar ze waren. Dus ik weet nog dat we gingen in het bos zoeken met 2 agenten. En ik heb in het bos heb ik mijn bericht op Facebook gezet van kijk naar ze uit alsjeblieft. Het is een oproep van een radeloze moeder. Alsjeblieft wil iedereen uitkijken naar mijn kleine mannetjes. Ze worden sinds gisterochtend vermist. En die oproep wordt onmiddellijk opgepakt door andere Facebook-gebruikers. Al snel wordt het bericht duizenden keren gedeeld. Ja, vanaf het moment dat ik het wist... Ga je actie ondernemen, dan ga je zoeken, ga je bellen. Ik was alleen maar aan het nadenken, waar kunnen ze zijn? En, dus je wereld stort nog niet in, je krijgt nog even een boost om wat te gaan doen. En op een gegeven moment, hoe later het wordt, hoe meer verhoren die van 3 uur die je hebt gehad. En je hoopt dat je naar huis kan gaan met de boodschap van we hebben ze. En die boodschap kwam niet. En dan komt er een moment dat je echt naar huis moet en ja, niks meer kan doen. En het over moet laten aan de politie. En nou ja, dan ben je thuis en dan gaan de mensen die zijn komen steunen, gaan ook naar huis. En dan blijf je alleen achter en dan begint de ellende. Afgelopen maandag om 20:00 s'avonds worden de 2 broertjes Ruben en Julian van der Schuit voor het laatst gezien in Vleuterweide, Leidse Rijn. Daar zijn ze bij hun vader, die daar een bedrijf heeft. De ouders zijn gescheiden. Julian en Ruben wonen de meeste tijd bij hun moeder in Zeist. 2 uur nadat de jongens in Vleuterweide zijn gezien, wordt om 10:15 maandagavond de pinpas van de vader gebruikt om te tanken in het Limburgse dorpje Neerbeek. Bij het eerste verhoor van zijn huidige vriendin merkten we al dat er op de bankgegevens beschikbaar waren over een pintransactie bij een tankstation in Limburg. Daar hebben we natuurlijk de beelden op gevraagd. Daar stond de auto ook op, dat hebben we uitgezonden. Waren de jongens nog op die camerabeelden te zien in de auto? Nou, als je die beelden, kun je ze wel voor de geest halen, goed bekijkt, zie je op de voorbank, op de rechter voorbank, zie je contouren zitten van een klein persoon. Dus dat heeft, voor ons is dat in ieder geval een indicatie geweest dat ze daar in ieder geval nog bij Jeroen aanwezig waren. Ik heb toen zelf de camerabeelden van het pompstation bekeken. En ja, dan zie je iets op de voorstoel. En dan wil je dat het je kinderen zijn, maar je kan het niet zeker zeggen. En dat heb ik ook gezegd. Ja, ik zie wel wat, maar ik kan niet zeggen dat is Ruben of dat is Julian of dat is een tas. Bij wijze van, want je ziet geen kind. En dat was wel heel raar om die beelden te zien. Omdat dat ook voor mij de laatste beelden waren van Jeroen op dat moment. En ja, je probeert naar zijn houding te kijken of er wat is. Of dat je er iets uit kan halen. Maar je weet het niet. Je weet niet wat er in zijn hoofd omgaat op zo'n moment. Hij leek gewoon net als iedereen. Ja, eigenlijk is dat het laatste beeldje geweest. Nog maar in contouren, dus het laatste beeldje geweest dat ze daarbij waren. We hebben ook een getuigenverklaring die ook zegt dat hij de auto heeft zien staan. Met de vader en mogelijk ook 2 jongens in de auto. En die spreekt over bungelende beentjes in een auto of de openstaande portier van een auto. Dus dat zijn eigenlijk de 2 indicaties die we het laatst hebben. Dan haal je daar weer de hoop uit van ze zijn misschien toch nog ergens. Maar het is onbegrijpelijk ook dat ze onvindbaar zijn, want ja, waarom? Je weet ook niet waarom ze weg zijn en je weet niet waar ze zijn. En hoe het komt dat ze onvindbaar zijn. En je gaat proberen mee te denken en met alles te komen. En dat is soms ook voor gezinsrecherche heel frustrerend. Want ja, wat voor ons heel belangrijk was, waren misschien dingen die helemaal niet van belang waren voor het onderzoek. Maar ja, je gaat toch proberen alles het onderste uit de kast te halen. Dus. Nou ja, de eerste fase van het onderzoek hebben we eigenlijk vooral plaatsen waar mensen op tipten. Omdat ze iemand gezien hadden die op Jeroen leek. Of dat ze de auto mogen gezien zouden hebben. We hebben een getuige die zegt, ik heb iemand gezien die op Jeroen leek en met een schopje in zijn hand ergens in een bos bij Limburg liep. Dus we zijn verschillende plaatsen afgegaan de eerste paar dagen, omdat er op getipt werd. En wij het nou ja, door een combinatie van plaats, van getuigenverklaring enzovoort enzovoort. Ook passend binnen de route, zoals wij die inmiddels in beeld gebracht hadden. Dat we op die reden ook op plaatsen zijn gaan zoeken om ook echt gebieden uit te sluiten. Ja, de hele dag is dus gezocht in het Bunderbos. Laten we nog even kijken hoe dat eraan toe ging. Vanochtend om 7 uur komen opnieuw 2 vrachtwagens met militairen aan in het gebied. Samen met de politie en de ME wordt opnieuw het gebied centimeter voor centimeter uitgekampt. Rond het bosgebied zijn alle toegangswegen afgezet. In de loop van de ochtend komen er steeds meer mensen kijken bij het Bunderbos. Rond 11:30 vaart op het Juliana-kanaal, parallel aan het Bunderbos, een sonarboot van de politie. Ja, Rick, die vader, hè? Wat voor type was dat? Heb jij enig idee wat hierachter kan zitten? Ja, geen idee. En ja, niemand lijkt eigenlijk iets te weten wat er in dat gezin zich afspeelde. Wel is bekend dat de vader en moeder gescheiden zijn. De moeder die woont in Zeist. We hadden zo'n ongezonde relatie dat het gewoon niet mogelijk was om verder te gaan. Dat was voor de jongens ook niet goed geweest als wij samen door waren gegaan. Dus dat Jeroen en ik uit elkaar zijn gegaan, hebben ze ongetwijfeld moeilijk gevonden. En op school kregen we het signaal dat ze niet presteerden. En ik zag die dingen wel en Jeroen die zag dat wat luchtiger allemaal. Dus het was heel lastig om daar op één lijn over te komen. Ik maakte me zorgen, hij maakte zich minder zorgen en we begrepen elkaar daar gewoon niet in. En, dus communicatie ging stroef. Ja, maar dat is ook, een van de redenen waarom onze relatie gewoon niet lukte. Vandaag schrijft NRC Handelsblad dat de broertjes onder toezicht zouden worden geplaatst. De krant meldt dat op basis van een rapport van de Raad van de Kinderbescherming. Daarin zou ook staan dat sinds de scheiding van de ouders in 2008... meer dan 10 instanties zich hebben bemoeid met het gezin. Maar dat zou nauwelijks effect hebben gehad. Daar is heel veel over gezegd en geschreven. Zo zou jij bezig zijn geweest om het hem heel moeilijk te maken. Hè? Om de kinderen bij hem weg te houden en daar echt een strijd in te voeren. Ja. Is dat zo geweest? Nou, mijn idee niet. Ik heb vooral het belang van de jongens voorop willen zetten. En wat ik zei, een vader heeft recht op zijn kinderen. En, alleen sommige dingen kan je niet negeren. En als je kind met een verhaal thuiskomt waarvan jij denkt, als een ander kind dat mij zou vertellen, dan trek ik aan de bel. Waarom doe je dat dan niet bij je eigen kind? En... Kun je daar iets meer over vertellen? Nou ja, er is een aangifte gedaan tegen Jeroen. En dat is eigenlijk het enige wat ik erover wil zeggen. Kijk, want of dat nou waar of niet waar is, ik geloofde Ruben op dat moment. En ik geloof hem eigenlijk nog steeds. En hoe dat exact is verlopen, dat weet ik niet. En maar dat is ook niet aan mij om uit te zoeken. En, voor mij was het gewoon wel een signaal van hier moet ik wel wat mee gaan doen. Rond 15 april krijgen jullie te horen van de kinderbescherming dat de omgangsregeling verandert. Wat werd er besloten dan en waarom? Nou, in ieder geval zou er een gezinsvoogd komen. Waarbij we beide nog de ouderlijke macht zouden hebben. Die gezinsvoogd zou ons dan gaan begeleiden in onze communicatie. En het belang van de kinderen voorop houden natuurlijk. En dat er een omgangsregeling zou komen. Is dat een moment geweest wat voor hem wellicht zoiets is geweest van ik ga mijn kinderen minder zien? Zo zou hij het wel geïnterpreteerd kunnen hebben, ja. Kijk, het feit dat er geen co-ouderschap meer was, maar een omgangsregeling is natuurlijk al... Ja, die naam, dat woord alleen al is natuurlijk al een teken dat je ze niet meer samen doet. Hoewel het wel samen is, dus hij zou het wel zo geïnterpreteerd kunnen hebben. Broertjes niet gevonden in Limburgse visvijver. Hun school in Zeist staat stil bij de vermissing. En het zoeken gaat door, want zijn de jongetjes op de plek geweest waar hun vader zelfmoord heeft gepleegd? Niet alleen in Limburg werd vandaag gezocht, in Doorn was de politie ook bezig. Vlakbij het Doornse gat, het recreatiegebied waar vorige week dinsdagochtend de vader werd gevonden. Ja, er werd gezocht met honden en prikstokken vandaag. En het zoeken daar valt samen met de opmerkelijke uitspraken van meerdere getuigen die we vandaag ineens horen. Die beweren namelijk dat de vader daar maandagmiddag nog met Ruben en Julian geweest is. Dus voordat ze vanuit Vleuten naar Limburg zijn gereden. Toen zaten de kinderen dus hier, op die boomstam. Hier hebben ze gezeten. En de vader liep dus hier in de rondte een beetje te draven. Die liep zo een beetje van of hij wat aan het zoeken was, zeg maar. Dat houdt me gewoon bezig. Ik heb hier gisteren nog zelf even hier rondlopen snuffelen om te kijken. Vind ik niet iets, zie ik niet iets, laat ik het zo stellen. Toen ben ik weer daar naar boven gegaan. Als je maar een papiertje zag liggen, dan ging er toch naartoe van zou dat wat kunnen zijn. Steeds meer vrijwilligers gaan op pad om de bossen bij Doorn uit te kammen en te zoeken naar bij de Rijnoevers bij Rhenen. Vandaag waren dat er ruim 250, maar ook nu zonder resultaat. Is het niet vraag om problemen, om honderden mensen los te laten in een bos en wellicht sporen te vernietigen, bruikbare sporen voor u? Ja, dat is wel wat onze eigen experts ook in eerste instantie zeiden. Die zeiden van dat moet je niet doen, want ja, als we daarna nog een keer iets moeten doen qua spooronderzoek, dan zijn de sporen vernietigd naar alle waarschijnlijkheid. En toch hebben we ervoor gekozen om deze krachten die opkwamen in de samenleving gewoon een beetje gebundeld in te zetten en mee te laten helpen zoeken. Omdat je natuurlijk wel heel veel ogen en oren extra krijgt, waar je hele grote gebieden mee af kunt bekijken en af kunt lopen. En uiteindelijk hebben we daarvoor gekozen om erin mee te gaan, maar dan vooral begeleid te laten plaatsvinden. En nou, dat is wat mij betreft prima verlopen. Onze bedoeling is om eerst even 3 groepen te creëren nu. Evenrenige groepen. Eenmaal in het bos wordt er door 3 groepen nauwkeurig gespeurd. En soms wordt er iets opvallends gevonden. Ja? In dit geval is het loos alarm en wordt er weer verder gezocht. Het feit dat er gezocht wordt, dat gaf mij een geruststelling van ja, ze zijn nog bezig. En, ik was heel erg bang dat ze zouden stoppen met zoeken op een gegeven moment. En als ik maar hoorde dat ze aan het zoeken waren, dan was ik wat rustiger. En, maar dat zo massaal was, wist ik allemaal niet. Ik hoorde ja, de zoekactie en helikopters en op een gegeven moment ook straaljager die werd ingezet. Ja, dat zijn de dingetjes die je meekrijgt. En achteraf hoor je dan dat er gewoon honderden mensen vanuit heel Nederland mee hebben gezocht. Dat je echt denkt, wow. Dat er zoveel mensen moeite hebben gedaan om ze te vinden. Terwijl je ook weet. En dat weet ik dan achteraf ook van ouders die gezocht hebben en collega's. En wat ik gewoon niet wist op dat moment. Dat ze allemaal bang waren om ze te vinden eigenlijk. Maar dat ze toch gaan zoeken. Ja, dat is bizar. Ik kreeg net al telefoontjes uit Vlissingen en Rotterdam en Heerlen van mensen die ook hierheen komen rijden. Dus het is echt landelijk uitgerold deze zoekactie. Ik durf er geen schatting over te maken. Ik vermoed bijna rond de 200 durf ik wel te zeggen. Is er misschien ook een nieuwe tip binnengekomen? Ja, er is vanmiddag natuurlijk nieuwe informatie binnengekomen. Dat de auto in ieder geval gezien is in de omgeving van Rhenen. In de nacht van maandag op dinsdag. Om 1:10 s'nachts. Ja, en wij gaan nu mensen oproepen om als ze mogelijk camerabeelden hebben in de omgeving van Rhenen, Amerongen en Leersum. Om dat beeld aan de politie te geven. Want mogelijk staat er best wel belangrijke informatie op. Het was natuurlijk een enorme operatie geworden. Dus we hadden natuurlijk nooit geen rekening gehouden met zoveel vrijwilligheid. Hè? Dus ik denk niet dat het al heel vaak zo gebeurd is in deze omvang. Maar goed, heel Nederland leefde mee en wilde graag wat doen. En dat merk je van alle kanten. En dus mensen melden zichzelf aan om te gaan zoeken. Dag 12 van de vermissingszaak Ruben en Julian. Nog steeds wordt gezocht, druk gezocht. Maar de jongens uit Zeist die zijn nog altijd niet terecht. En bij ons aangeschoven is verslaggever Dennis van Ommeren voor de laatste stand van zaken. Dennis, wat is het laatste nieuws? Ja, het was eigenlijk een hele rustige dag. We hebben natuurlijk wel met de politie gebeld. Maar eigenlijk hebben ze vandaag geen nieuw nieuws naar buiten gebracht. Wat ik zeg, heel rustig. Je komt op een gegeven moment op een punt dat je iedere dag nee moet verkopen. We hebben ze nog niet. Neemt dan spanning toe bij familie richting politie? Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Want kijk, wij zijn ervoor bedoeld natuurlijk om op te sporen. En als dat niet lukt, dan is dat elke keer een tegenvaller natuurlijk. Dus, kijk, uiteindelijk gaat ook daar de hoop langzaam zeker over natuurlijk. Hè, dat je het nog levend vindt. Maar goed, je wil er gewoon niet aan denken. Dus je probeert zo lang mogelijk ook de hoop overeind te houden. Wanhoop. Niet houdbaar. Kijk, een overlijden is erg, maar een vermissing niet. Je zit op de bank en je kijkt naar buiten en je ziet het regenen en je denkt, ze zitten toch niet ergens in de regen. Hebben ze eten, zijn ze veilig, dat soort dingen. De realiteit geeft wel dat je na een week wat begint te twijfelen. Dus in eerste instantie ben je echt bezig met een verblijfplaats zoeken. Dus ook een race tegen de klok, moeten we ze niet op tijd vinden. Stel voor dat we ze te laat vinden. Maar na een week slaat het wel een beetje om van, hey, waarschijnlijk gaat het nog om een verblijfplaats. Gaat het om een vervindplaats. En uiteindelijk hebben we zelfs naar een verstopplaats gezocht. En Ruben wist mijn nummer uit zijn hoofd. Dus ik had, als ze ergens zijn en ze hebben een telefoon, Ruben belt me op. Dus ik heb continu ook met mijn telefoon in mijn handen gezeten. Van, hij belt me zo. En hij belde niet. En, dat is onhoudbaar, zo'n situatie. Daar wens ik gewoon echt niemand toe. Sowieso dit niet, maar als je 2 weken in onzekerheid zit, en, dat is ondraaglijk. Heb jij ooit het vermoeden gehad dat hij hiertoe in staat was? Ja, gewoon omdat hij het mijzelf had gezegd in het verleden. Maar gaf hij toen ook aan dat hij dan zichzelf wat aan zou doen en de jongens? Ja. Later, hij heeft nog 1 keer zoiets gezegd. Dat was toen we al uit elkaar waren. En toen maakte ik me wel zorgen ook erover. Maar ja, soms denk je ook van, ja, iemand roept gewoon wat uit wanhoop of nou ja, een cry for help. Maar ik ging er wel alert op zijn, ja. Maar je hebt het ook degelijk, je hebt er wel degelijk melding van gemaakt bij hulpinstanties, toch? Dat hij dat soort dingen gezegd heeft. Ja, en we hebben het er ook samen over gehad. We hebben in 2010 hebben we natuurlijk sindsbegeleiding gehad. En toen heb ik mijn angst ook uitgesproken naar hem toe. En, dat mijn grootste angst was, dat hij de kinderen wat aan zou doen. En toen zei hij, ja, maar dat zou ik nooit doen, ik word ziek. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar Iris van der Schuit, de moeder van de jongens, die zal ook wel aandeel hebben in hetgeen wat er nu is gebeurd. Ja, vind ik erg. Maar ik snap het wel, dat mensen dat zeggen. Want wat er gebeurd is, is gewoon niet te bevatten, voor niemand. En je probeert er Ik denk dat iedereen dat probeert om het begrijpelijk te maken. Ja, wat is er dan makkelijkste, is dan te denken dat hij geen kant op kon. En dat ik hem het leven zuur heb gemaakt. Ik vind dat niet. Maar ik snap wel dat mensen dat zullen denken. En het feit dat ze dat denken vind ik wel heel erg. Gisteravond werd bekend dat het onderzoek zich toespitst op specifieke kledingstukken. Het onderzoek richt zich eigenlijk in eerste instantie op dat t-shirt. Dat t-shirt, daarvan weten we eigenlijk zeker dat op het moment dat de vader de jongens ophaalde, dat een van de jongens dat t-shirt aan had. Vanaf het vertrek van Vleuten naar Neerbeek is het onduidelijk of hij dat t-shirt nog aan had. Vandaar ook de vraag of het jongetje heeft hem aan, of het is ergens, maar we hebben het ook niet in de auto aangetroffen. Datzelfde geldt voor die rode boxershort. Die had de vader in zijn bezit, maar we hebben hem niet aangetroffen. Dus uiteindelijk, laten we zeggen, werd het plaatje steeds scherper en duidelijker van, hey, we missen schoenen en we missen een onderbroek. Dat duurde het overigens nog even voordat je precies weet welke onderbroek. Hè? Dus toen we met die onderbroek naar buiten kwamen, pas toen wisten we ook precies welke onderbroek het was. Dat is ook best ingewikkeld hoor, want bepaalde maar welke dan kwijt is. Maar welke conclusie verbond u daaraan? De conclusie die we eraan verbonden hebben is dat hij waarschijnlijk onderbroek en schoenen weggedaan heeft nadat die nat waren geworden en dat hij uiteindelijk weer een droge spijkerbroek aangetrokken heeft. Dat is de conclusie die wij eigenlijk verbonden hebben aan het, zeg maar, het kwijt zijn van die onderbroek. De politie heeft nieuwe informatie bekendgemaakt over de zoektocht naar de vermiste Ruben en Julian uit Zeist. Ze zijn op zoek naar een aantal voorwerpen. Op dit ogenblik zijn we op zoek naar 3 oranje spanbanden en we zijn ook op zoek naar een groene zaklamp. Spullen die missen wij, die ontbreken uit het onderzoek. En dat weten we omdat we een uitgebreid onderzoek hebben gedaan, ook een pinanalyse. En we weten dus dat de vader in het begin van april bij een bouwmarkt allerlei spullen heeft gekocht. En de rest van de spullen die is bij ons in beeld. Maar er ontbreken dus 3 spanbanden en een groene zaklamp. Als je dan hoort dat hij toch al inkopen heeft gedaan, lange tijd van tevoren. En dan beseft dat hij al een tijd ermee bezig is geweest. Dan denk ik, ja, hij heeft toch gewoon de signalen wel goed gezien. En ja, en dan is het alleen, je vraagt je alleen af, wat heeft hij ermee gedaan? Waarom spanbanden? En goedenavond, u kijkt naar een extra uitzending van U Vandaag. In Kooten zijn vanmiddag 2 lichamen gevonden in een slootje tussen Kooten en Houten. Mogelijk gaat het om de lichamen van de vermiste broertjes. Ter plekke is Dennis van Ommeren. Dennis, is er nu al duidelijkheid of het om Ruben en Julian gaat? Het antwoord is heel duidelijk nee. Het is nog niet bevestigd door de politie dat het om de vermiste broertjes uit Zeist gaat. Ja, voor mij was het net, het was op zondagmiddag, weer terug naar huis. Omdat ik had 's ochtends en de loop van de middag gewerkt en ik wilde eigenlijk terug naar huis. Voor mij wilde ik nog een voetbalwedstrijd kijken. En toen kreeg ik onderweg een autotelefoontje van, we denken dat we ze gevonden hebben. We hebben een melding gekregen van iemand die iets heeft zien liggen in een duiker. 'S Middags werden we gebeld. Tenminste, we hebben mijn vader gebeld. Ik zat in gesprek met een aantal hulpverleners. Mijn vader zat daarbij en hij kreeg een telefoontje. En ik zag aan zijn gezicht gewoon, dat is niet goed. En hij legt het telefoontje neer en ik kijk hem alleen maar aan en ik zeg, hij zegt het maar gewoon. En toen zei hij, het is een zwart scenario. In het weiland hier achter mij, bij de sloot waar de lichamen gevonden zijn, daar vindt op dit moment forensisch onderzoek plaats. Je ziet in de verte ook een witte tent staan waar dat onderzoek plaatsvindt. Ja, nogmaals, dat kan uren gaan duren. Het is niet een kwestie van de lichamen uit het water trekken en vervolgens kijken of het om Julian en Ruben gaat. Dat moet heel zorgvuldig gebeuren. Toen hoorde ik dat er inderdaad 2 lichamen waren gevonden. En dat het niet bevestigd was dat het Ruben en Julian waren. Maar ik wist het al. 2 lichaampjes, dus kleinere lichaampjes in een duiker verstopt. De spanbanden speelden toen al redelijk snel een rol, dat in ieder geval die gezien waren. Ik heb toen ter plekke besloten om naar Kooten te gaan, om wijzer te zijn. En dan werd wel gezegd, dat moet je niet doen, want daar kom je niet bij. En het is allemaal afgezet. Maar dat maakte me niet uit. Ik wilde naar ze toe. Ik wilde gewoon wijzer zijn. Maar ik werd tegengehouden. Ja. Ja, Jeroen Denis, de vader van Ruben en Julian, daarvan is bekend dat hij is opgegroeid in Wijk bij Duurstede. Ja, Kooten ligt niet heel erg ver weg bij Wijk bij Duurstede. Dus in die zin zou het in het plaatje passen dat de vader van Ruben en Julian een soort afscheidsrit gemaakt heeft. En daarbij belangrijke plekken aangedaan heeft die belangrijk voor hem waren in zijn leven. Die dag verder weet ik gewoon weinig nog van. Je bent zo bezig met afwachten. Ja, je mag niks, je mag er niet naartoe, je zit maar en je bent maar alleen maar bezig van zijn ze het niet. Even teruggaand naar vanmiddag, hoe zijn de lichamen daar precies gevonden? Nou, een voorbijganger heeft de lichamen hier vanmiddag rond 1:30 aangetroffen in de sloot hier rechts naast mij. Je moet je voorstellen, het zijn weilanden hier aan elkaar geregen met hier en daar een sloot. Bekend is dat de politie heeft bevestigd dat de lichamen daar deels in het water lagen. Ik heb ze de vraag gesteld of de voorbijganger kon zien dat het ging om lichamen van kinderen. Dat is ook niet bevestigd door de politie. En je hoopt dat ze het niet zijn, want je wil dat ze nog leven. En aan de andere kant hoop je ook dat er een eind komt aan onzekerheid. En wil je ze gewoon maar bij je hebben. We hebben inderdaad naar de familie gecommuniceerd dat we 2 lichaampjes hebben aangetroffen. En uiteindelijk zijn nu onze forensisch regisseurs heel drukdoende om er onderzoek op te plegen. Dus echt nog te vroeg om daar al een uitspraak over te doen. U had het over lichaampjes. Zijn het inderdaad lichamen van kinderen? Nee, of het nou wel of niet lichamen zijn van kinderen, daar doen we op dit moment nog geen uitspraak over. Die forensische mensen zijn heel drukdoende om daar onderzoek naar te plegen. Ja, dus 100% zekerheid kun je pas krijgen, zeg maar, op het moment dat je DNA-materiaal hebt vergeleken. En daarvoor had het lichaam lang in het water gelegen, dus soms te herkennen. Dus daarom hebben we uiteindelijk toch s'avonds, zeg maar, een moeilijke en lastige afweging gemaakt om die persconferentie te beleggen op basis van zeg maar 99% zekerheid. We schakelen nu over naar Utrecht, want daar staat de persconferentie op het punt van beginnen. Fijn dat u toch op zo'n korte termijn nog allemaal naartoe kon komen. Ik wil nu het woord geven aan de heer Bak, hoofdofficier. Die zal de huidige stand van zaken op dit moment even toelichten. op basis van een aantal goederen die wij daar hebben aangetroffen. Zoals het camouflageshirt en spanbanden hebben wij het sterke vermoeden dat het om Ruben en Julian gaat. Hoewel de identificatie nog niet is afgerond en in volle gang is, hebben wij besloten om de familie en u reeds nu daarover te informeren. Op een gegeven moment weet ik nog dat ik in de stoel zat, dat een van de mensen van de gezinsrecherche naar me toe komt. En die gaat mij vertellen dat er een lichaam uit het water is gehaald. En die omschrijft de kleding die hij aan had. En die herkende ik niet. Hij had niet de kleding aan die ik hem maandagochtend aan had gedaan. Hij had een pyjama aan. En toen vertelde hij dat hij... dat hij een hoektandje miste. En Jules had net gewisseld. Had zelf zijn hoektand eruit getrokken. Dus ik wist dat het om Jules ging. Ruben lag nog in het water. En ik heb niet meer meegekregen dat hij uit het water is gehaald. Dat hoorde ik de volgende ochtend pas. En toen kwamen ze ook DNA bij me afnemen. En toen dacht ik echt, oh, wat voor toestand zijn ze gevonden? Als ze bij mij een DNA af moeten nemen en dus blijkbaar niet herkenbaar zijn misschien. Dus dat heb ik heel erg gevonden. Want je weet dan ook niet hoe ze zijn aangetroffen, wat er is gebeurd. Je hoopt alleen maar dat ze niks gemerkt hebben. En dat het... dat ze niet geleden hebben. De ontwikkelingen van vanmiddag doen dat sprankje hoop dat we allemaal hadden teniet. Ik ben begin deze avond bij Iris, de moeder van Ruben en Julian, geweest. Haar naaste familie omringt haar. Het verdriet is bij haar en bij alle naasten onmetelijk groot. Daar zijn geen woorden voor. Ik ben na die persconferentie in eerste instantie naar de plaats gegaan waar die jongens gevonden zijn. Dat ook de collega's een hart onder de riem steken die dat de hele dag al gewerkt hadden. Ook al zelf even een beeld te vormen van waar is het dan precies, hè? Waar zit het dan? Hè? Dus ja, dat is wel een heel zwaar en heftig moment, hoor. Dan sta je even op de plek zelf en dan ben je volledig bewust van 2 weken heel intensief zoeken. En uiteindelijk deze afloop, deze zeer wrange afloop, mag je wel zeggen. Ja, dan moet je wel even een traantje wegpikken. Heeft u de jongens gezien? Ja. Ja, dat is heel zwaar. Nou ja, goed, je kijkt zeg maar, vooral beroepshalve naar hoe ziet de plaats eruit en hoe zijn de jongens aangetroffen, enzovoort, enzovoort. Maar goed, als je maar enigszins, laten we zeggen, je gevoel toelaat van de impact die dat heeft. En ach jongetjes, weet je wel, dat is wat je dan zegt. Ach, arme jongens. Ja, dan moet je ineens een uitvaart gaan organiseren. En dat is eigenlijk de enige keer in die 2 weken geweest dat ik zelf weer de touwtjes in handen mocht nemen, zeg maar. Want voor de rest wordt alles voor je besloten. Ja. En ja, daar ben je dan druk mee. Dan ga je een begraafplaats uitzoeken, op een graf. En de ceremonie ga je bedenken. En ik wist dat ze heel graag nog in de lege jeep wilden rijden. Mijn zusje en mijn zwager trouwden. Toen mochten ze als bruidsjonkers in een lege jeep Dus voor mij was het vrij logisch dat ze in een legerjeep vervoerd zouden worden. Ik wist alleen niet of het mocht, dus ik heb toen ook mijn brandweercollega's gevraagd of een brandweerauto ook mocht. En op een gegeven moment kreeg ik te horen dat beide mocht. Ik dacht, nou, dan doen we beide. Ja, uiteindelijk hebben wij, op pas veel later, hebben wij natuurlijk de hele omgeving nog afgescand, zeg maar, op camerabeelden, op beschikbaarheid van camerabeelden, om toch iets meer te weten over de toedracht. En uiteindelijk hebben wij een camerabeeldje van de overkant van het kanaal, zeg maar, gevonden. En wat ik heel knap vind is dat er inderdaad mensen die die beelden uitgekeken hebben, uiteindelijk een lichtpuntje tot beeld te zien gaan s'nachts. En echt een klein pixeltje wat bewogen heeft. En daardoor kunnen wij ook iets zeggen over... iets meer zeggen over de mogelijke toedracht. Hè. We zien dan een pixeltje in beeld komen, een lichtpuntje van een auto. Die gaat dan staat een tijdje stil met lampen uit op de vindplaats. Dan rijdt hij vervolgens weer door, slaat rechtsaf en dan richting Van Houten, zeg maar. En dan een minuutje of 6, 7 later komt hij weer terug. Nou, een lichtbundeltje van een auto wat aankomt rijden, stil gaat staan en weer doorrijdt. Nou, dat zijn wel de momenten waarop je waarschijnlijk iets uit je auto in het water kunt leggen en weer doorrijdt. En misschien is het wel 2 keer gebeurd, want daar lijkt het dan op. Toen ze vermist waren, dan leef je naar het moment dat ze gevonden worden. En op het moment dat ze gevonden zijn, leef je naar het moment dat je een waardig afscheid kan geven aan ze. En ja, dan val je in een gat. Of dan begint het pas eigenlijk juist. Je moet verder zonder ze. Toen ze nog leefden, heb ik er ook wel eens over nagedacht. Wat nou als ze er niet meer zijn? Nee, dat kan niet. Ik kan niet zonder ze. Een gesprek met Iris van der Schuit, de moeder van Ruben en Julian. Het onderzoek naar de dood van de jongens is inmiddels afgerond. En het is nu al duidelijk dat de familie op veel vragen geen antwoord meer zal krijgen. Zo zal nooit bekend worden hoe de jongens precies om het leven zijn gekomen.